Wesley, we zitten hier in de Kalverpassage aan een mooie ronde tafel. Ja. Kun je wellicht om te beginnen kort iets vertellen over het project de Kalverpassage? Uiteraard. Gekocht in 2014 van de Deutsche Bank. Moeilijk verhuurbaar project met etages die eigenlijk nooit echt gefunctioneerd hebben. Ik denk dat het een zeer succesvol passagegebied gaat worden, anders dan een winkelcentrum. En met de kwaliteit die we nu gebracht hebben, gaat dit absoluut een succes worden. Nou werken we voor de bouw samen op basis van een ronde tafelsamenwerking. Ja. Hoe heb je die samenwerking tot op heden ervaren? Nou, we kennen de BAM natuurlijk al van een aantal andere projecten, waarbij we Gelderplein als laatste hebben gedaan. Daar hebben we best wel gezien waar de knelpunten zaten als het ging om het afwikkelen van het werk ten opzichte van datgene wat aanbesteed is. Daarvoor hebben we gezegd, ja, het is zo'n ingewikkeld werk, die Kalverpassage of Kalvertoren in de tijd nog. Moeten we dat niet anders doen? Jullie hebben aangegeven, wij zouden graag op een andere manier met jullie willen werken. En nou ja, dat leek ons een plan wat zeker voor de binnenstad een keer de moeite waard was om te proberen. En ik ben daar eigenlijk heel tevreden over. Er wordt gelachen op de bouw, wat ik al heel belangrijk vind. De sfeer is goed en we komen tot een maximaal resultaat. Kun je benoemen wat voor jou echt de grootste voordelen zijn van deze samenwerking? Proactief met elkaar werken naar iets waar je het eindproduct met z'n allen op een goed niveau nastreeft. Maar daarnaast ook heel belangrijk dat je tijdens het proces elkaar ook aangeeft waar de knelpunten zitten, zodat je daarop kan anticiperen. Zijn er dingen te benoemen waarvan je zegt die zouden niet gelukt zijn op dit project als we niet op deze manier hadden samengewerkt? Nou, wat niet had gelukt is dat denk ik dat we tussentijds een aantal wijzigingen hadden kunnen doorvoeren die misschien cruciaal waren voor het plan. De proactiviteit van jouw kant ten opzichte van wat jij hebt aanbesteed gekregen is veel duidelijker. Waarin we regelmatig met elkaar in gesprek zitten. Mm. En ja, wat dat betreft maakt het wat makkelijker. Ik anticipeer wat sneller. Ja. En mijn beslissingen worden sneller genomen. Hoe gaan we om met de bewoners hierboven? Of hoe gaan we zorgen dat in ieder geval de winkeliers die blijven zitten toch op een redelijke manier kunnen doordraaien? Ik denk dat voor het grootste deel het gewoon heel goed gelopen is. En dat gaan we tot het einde gewoon doorzetten. Zijn er nog zaken te benoemen die jou echt hebben verrast tijdens het project? Nou, vooral het weghalen van die ene kolom was ongelooflijk om te zien. Hè? Dat opliften van het gebouw en zorgen dat je een kolom weghaalt en weer terugbrengt. Ja. Vond ik spectaculair. Het maken van de gaten. Ja. Ik denk dat wat spectaculair is het totaalbeeld. Die mega grote entree in de Kalverstraatzijde. Die mega grote ledplafonds waarvoor we ook naar Slovenië zijn geweest. Om echt een product te halen eigenlijk wat nog nooit gemaakt is. En ik denk dat we daar ook veel meerwaarde gaan creëren. Dus het hele proces grotendeels fantastisch gelopen. Nou, we hebben inmiddels een samenwerking ook weer aangegaan voor een mooi nieuw project in de stad. Het is eigenlijk weer een ronde tafel samenwerking. Ja. Alleen gaan we voor dat project eerder aan tafel. Zitten we eigenlijk tijdens het voorlopig ontwerp aan tafel. Ja. Kun je toelichten waarom die keuze gemaakt is? Ik denk dat de keuze is gemaakt om nog sneller te kunnen anticiperen op de problemen die we tegenkomen. We gaan toevallig zo net ook vergaderen over dit project. Wat je in binnenstedelijke projecten vooral hebt en vooral in oude gebouwen is dat je vaak wat je denkt te zien niet ziet of dat er net iets meer moeilijkheidsgraad zit in datgene wat we graag zouden willen bouwen. En ik wil echt het ultieme hier neerzetten waarbij zeg maar, de Kasbank een hele transformatie krijgt van wat mij betreft een achterhaald kantoorgebouw naar het meest moderne kantoorgebouw wat je kan bedenken in de binnenstad van Amsterdam.